Is er iemand voor de baby te vangen? Komt er iemand met een doek, alsjeblieft? Ja. Is er iemand voor de baby? Het is de moment. Hopla. Oh, dat is een goed gewichtje. Ze heeft een goede pols, hè? Ze is gewoon aan het slapen. Kijk maar eens, hè. We proberen altijd onder met een ruggenprik een keizersnede te doen, omdat er dan geen producten van een narcose of van een slaapmedicatie naar de baby toe gaan. We zijn daar heel voorzichtig in en we proberen om eigenlijk pas echt sterkere pijnstillers te geven wanneer de navelstreng doorgeknipt is, zodat er niks naar de baby gaat. Maar de producten om de mama in slaap te doen, zien we soms toch wel dat die naar het babytje gaan. En dan moeten die wel eventjes bekomen, omdat sommige babytjes daar toch nog wel wat last van hebben van de narcose. Ze is nog een beetje aan het romen, haar hartje is nog niet wakker. Voilà. Kom maar, zie je dit? Mijn dochter! Oh, prachtig. Super, hè? Dat is ze. Voor altijd. Zalig. Oh, my god. We zijn nu in de minderheid, hè? Ik was al in de minderheid, we hebben een hond en dat is ook al een vrouw. Oh, amai. Tegen. Oh, dat duurt er nog één. Ja, dan merk ik de naam nog niet. Nu bij een gewone bevalling wordt een groot deel van het vocht dat in de longen zit van de baby er al uitgeperst. Terwijl dit is hier een baby van 36 weken met een keizersnede geboren en met een mama die slaapt. En dan gebeurt het soms dat de baby het moeilijk heeft in het begin om goed te ademen. Ben je nog zo moe, meisje? Ik hoop dat dat niet klopt. Ik kan ook helemaal niet. Pols 38. Ja. Ja, goeiedag. Ik ga nu naar de verloskamer komen. Wij zijn bezig met een reanimatie. Ze vragen assistentie. Aspiratie bij de hand. Zit ik eens? Ja, het is nu even om te stabiliseren, dat er goed wat lucht binnen kan komen. Ja, hè? Haar longetjes willen nog niet goed meewerken. Okay. En dat is de reden dat er ook wat meer mensen zijn gekomen. Ja. Om zo snel mogelijk die luchttoevoer terug in orde te krijgen. Oké. Okay. Dat is toch ook geen reden voor niet. Ze zijn er volop mee bezig. Hè? Ze probeert een beademingsbuisje te plaatsen, maar op dat moment begon ze eigenlijk wel wat te reageren. En dan hebben we eigenlijk overgenomen om terug met het masker te gaan beademen. En dat was uiteindelijk dan wel succesvol.